gaan nu eerst naar het tweede punt, want we gaan naar beeldcultuur en popmuziek nu. Wij zagen dus in het eerste punt dat het koninkrijk van deze wereld haar inwoners tot aanbidding wil brengen, tot aanbidding van een beeld, beeldcultuur. En muziek is daar een krachtig middel toe. En als je daar niet in meegaat, word je in het openbaar verbrand. En vergelijkbare zaken zien we nog in Noord-Korea, waar je geweldig grote standbeelden hebt van vader en grootvader Kim, van 23 meter hoog. En alle Noord-Koreanen zie je buigen voor dat beeld. En als je dat niet doet, strafkamp. Het gebeurt nog, gemeente. En nee, in Europa is het niet zo bar, althans fysiek, maar ik vraag me af of wij die geestelijke machten doorzien, gemeente. Ik vraag mij af dat wij door alle welvaart en wilde en luxe nog wel doorhebben dat wij op een vergelijkbare manier worden vervolgd door de Satan in een geestelijke strijd. Ik ben bang door al onze welvaart. Als je een keer heel goed gegeten hebt, word je slaperig. Ik ben bang dat dat de toestand van de kerk in het Westen is. Door middel van beeldcultuur en populaire muziek, afgekort popmuziek, wil hij ons brengen tot aanbidding van de afgod. En als je niet meedoet, word je niet openlijk verbrand, gelukkig maar. Maar je wordt wel openlijk, en sorry ouderen, het is tegenwoordig allemaal in het Engels, geshamed. Openlijk gecanceld. Buitengesloten. Social media en de appgroep. Je doet niet meer mee. En jongeren, misschien ga ik het nu heel zwart-wit schilderen. Misschien zit de werkelijkheid waar jij je in begeeft een beetje in het grijs, of misschien ook wel niet. Stel dat jij niet vloekt en niet met ziektes schuilt. Stel dat jij, meisje, er niet bij loopt als, moet ik het netjes zeggen, als een hele goedkope dame. Of dat jij, jongen, er niet bij loopt als een of andere pooier. Dat jij niet meekijkt met die films en die series waarvan je weet dat Gods geboden telkens worden gebroken. Dat jij niet meestreamt met die muziek. En misschien op de fiets naar de middelbare school niet meedoet met die box die ze hebben en die muziek die ze draaien. Zeg maar, wie zijn dan jouw vrienden? Hoe wordt er over jou gepraat? Doe je dan mee? De Heer Jezus heeft gezegd, in de wereld zult u verdrukking hebben. En het is waar, ook in de reformatorische wereld. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En wat is dat een troost voor degene die bij de Heer Jezus horen, of niet? Ik heb de wereld overwonnen. Er is geen plek meer voor je is in de wereld. En dat het heel diep in je hart ook niet meer hoeft. Want hij is de mijne. En ik ben de zijne, dat je met McJane en de kerk mag zingen. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. O, gestorven voor mij, dat zal mijn zwanenzang, dat zal mijn allerlaatste lied op aarde zijn. En nee, dat valt dus niet mee, want een woestijn is buitengewoon oncomfortabel. En deze geschiedenis in Daniël 3, gemeente, is ten diepste een beeld van de kerk in de grote verdrukking.
En allereerst slaat dit zeker op Israël en op het Joodse volk, maar omdat wij als kerk uit de heidenen Israël zijn ingeënt, breiden wij Israël uit. We vervangen ze niet, heeft dominee Kos ook uitgelegd vanmorgen. Maar we breiden ze uit en daarom mogen wij deze tekst ook op ons toepassen. De grote verdrukking, dat is een tijd dat het bijna niet meer mogelijk is om rein te leven voor God. Dat je de wereld maar in hoeft te gaan en je bent weer besmeurd met allerlei verleidingen en zonden. Grote verdrukking. En ik denk dat we erin zitten. Ik denk nog niet in het einde, maar wel in het begin. Als je kijkt ook naar hoe het de laatste jaren, vanaf zeg maar de jaren 60, is veranderd. In geen eeuw, in geen millennium is het zo hard gegaan met de seksuele revolutie en de muzikale revolutie en de technologische revolutie. En het Westen, dus Europa en Amerika, die heersen over de wereld door middel van de beeldcultuur en de populaire muziek. Zij beheersen de wereld. Tot in Noord-Korea is het van Kim Jong-un de grootste passie om eigenlijk de American Dream te leven. Door middel van beeldcultuur en popmuziek. Weet je, gemeente, jongeren, je kan het vergelijken met eten. Als je gezond eet en gezond drinkt, dan zal in principe je lichaam gezond zijn, want dat werkt iets uit. Als je ongezond eet en ongezond drinkt, dan zal je lichaam ongezond zijn, want ook dat werkt iets uit. En zo is het nou met wat je luistert en wat je kijkt, maar dan niet voor je lichaam, maar voor je geest en voor je ziel. Als je gezonde dingen kijkt en luistert, en die zijn er, godzijdank, zal in principe je geest gezond zijn. Als je ongezonde dingen kijkt en luistert, zou je geest ongezond zijn. En die beelden, hè, die zijn een middel om ons te laten knielen. Of die zijn eigenlijk het doel. Je ziet het in onze tekst gebeuren. Hè? Nebukadnezar creëert een beeld en iedereen buigt. De techbedrijven in onze wereld, die in feitelijk heel de wereld leiden, creëren een beeld en wij... En wij? Als een blok? Toch rond? Een beeldscherm. En nee hoor, deze dominee gaat heus niet zeggen dat het allemaal fout is en allemaal zondig en dat een smartphone per se zondig is. Nee hoor, je kan er hele zegenrijke dingen mee doen. Gelukkig maar. Alleen, en daar komt het probleem. Als het je bij God vandaan houdt, dan wordt het kwaad. En hoe snel gebeurt dat niet? Oh, is het alleen maar leeg tijdverdrijf? Oh, meneer, dominee, zei een kategezant van me. Oh, mijn vriendinnen zitten wel 8 uur per dag op dat ding. Ik doe het maar eigenlijk heel weinig. Ja. En schermtijd is dan heel goed en zo. Maar weet je wat nou de beste filter is? Een bekeerd hart. Een hart wat van de Heer Jezus houdt. En een hart dat hem wil navolgen. Dat is een hart dat schreeuwt in een moment van verleiding, omdat het allemaal zo leuk is en zo goed voelt, roept: O Heere Jezus Christus, wees mij zondaar genadig. Dat is een hart dat Christus lief heeft. En daar had Salomo ook zo'n last van die beelden van vrouwen. Hoeveel heeft hij er niet gezien? En daarom zegt hij in Spreuken 4. Behoed, bewaar uw hart boven al wat te bewaren is, want daarin zijn de uitgangen des levens. Dat hart.